Onder tijdelijke verkeersmaatregelen verstaan we de inrichting van buurtfeesten, wielerwedstrijden, straatbarbecues en dergelijke, maar ook bijvoorbeeld het organiseren van de midzomerdagen in Beringen. Deze maatregelen dienen 1 maand op voorhand aangevraagd te worden bij de dienst verkeer. Indien er advies moet aangevraagd worden aan het Vlaams Gewest, als het om gewestwegen gaat, of aan de lijn, als de bussen het traject passeren, dient de aanvraag minimum 2 maanden op voorhand aangevraagd te worden. De signalisatie wordt geleverd bij de contactpersoon die opgegeven werd bij de aanvraag. Een signalisatievergunning is een vergunning voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op openbare weg en dient aangevraagd te worden voor onder andere de inname van parkeerplaatsen, de stoep en het afsluiten van wegen voor werken. Bijvoorbeeld, momenteel is het Vlaams Gewest een rotonde aan het aanleggen op het kruispunt Komelaan Castelletselaan. De aanvrager signalisatievergunningen dient 2 weken op voorhand aangevraagd te worden. De vergunning dient altijd ter plaatse aanwezig te zijn, zodat als de politie eventueel controle uitvoert, zij altijd onmiddellijk inzage hebben in het document. We willen er dan natuurlijk ook echt op aandringen om uw aanvragen op tijd binnen te brengen. Verdere informatie kan u altijd vinden op de website van de stad Beringen. Of u kan contact opnemen met de dienst verkeer op het nummer 011-430-304 of op verkeer@beringen.be. Met zoveel te zien. Het is vandaag buitenspeeldag voor de scholen. Gisteren was het buitenspeeldag in het algemeen. En hadden we hier honderden kinderen. Jullie zijn vandaag met meer dan 1000. Een applaus voor jezelf. In heel Vlaanderen eigenlijk is de buitenspeeldag doorgegaan en vermits de scholen van Beringen daar ook achter vroegen, hebben we dat vandaag georganiseerd in de speeltuin van Koerse Kapelke, omdat het eigenlijk wel een heel goede locatie was. Wij bieden hun hier allerlei spelen aan, waar ze dus van 10 uur tot 3 uur kunnen uitleven. Wat bieden wij nu juist aan? Bosspelen, ganzenbord, schattenjacht, heel veel springkastelen, sportmix waar ze hun kunnen uitleven, voetbal, hockey, kunnen ze allerlei sporten bespelen. Dans wordt hier ook gedaan, ze kunnen hier kampen bouwen, minigolven, BMX parcours, eigenlijk is hier heel veel keuze waar ze hun kunnen uitleven. Gisteren waren er zo'n 600 kinderen komen opdagen op de buitenspeeldag in Koerse Kapelke in de speeltuin. Vandaag, bij de Beringse scholen, zijn er zeker 1100 kinderen die hier komen hun uitleven.